Op zaterdag 26 oktober vond de jaarlijkse verkoopdag plaats van de protestantse gemeente Uitwijk Waardhuizen in en rondom de Hoogt. Martin Vink vertelt daar meer over. Wij proberen zoveel mogelijk geld te halen voor het goede kerkenwerk. Voor het goede kerkenwerk van de kerk hier. Ja, en dat doen jullie jaarlijks met een groots aangepakte verkoopdag. Wat is er allemaal te doen? Er is eigenlijk te veel om op te noemen wat er te doen is. De loodjes draaien, het Rad van Fortuin. De vogelhokjes, de brieven trekken, koek, oliebollen, friet, kipburgers, boekenmarkt, rommelmarkt, ettensoep, lumpia's, koek, peren. Ja, ik stop ermee, want er is nog veel meer te doen. Ja, en lekker druk bezocht. Lekker druk bezocht. Het was vanmorgen mooi weer. Dat betekent dat vanmorgen niet zo druk was als anders. Maar wij gaan eigenlijk toch ook voor de gezelligheid. En dat maakt 100 of 150 man ook zoveel niet meer uit. En de opbrengst van deze dag, waar gaat die naartoe? De opbrengst die gaat naar het werk van de protestantse gemeente hier in Uitwijk en Waardhuizen. Daar doen we ook allemaal wel een beetje leuke dingen van. De dames, de kinderen zijn vorige week nog op kamp geweest gezamenlijk. Ze zijn met 50 kinderen weg geweest. Dat zijn allemaal projecten die geld kosten. En dat proberen we hier onder andere een beetje bij elkaar te vissen. Een gedeelte van de opbrengst ging dit jaar naar de pomp. Deze kerk zet zich ook in voor jongerencentrum De Pomp. Ze verzamelen hier zo geld in voor hun eigen werken. Maar een klein deel daarvan, 25%, gaat ook naar het jeugdwerk van De Pomp. Wij hebben vorig jaar De Pomp uitgebreid met een extra deel. En de kosten daarvan zijn er nog niet helemaal uit. Dus die proberen we hiermee terug te verdienen. Een leuk bedrag zou wel fijn zijn. Het was gezellig druk in de Hoogt. En de opbrengst? We hadden vorig jaar een recordbedrag, dat halen we dit jaar niet, want daar was het vanmorgen niet zo goed voor. Maar ook niet echt zo belangrijk, alles wat we binnenhalen, daar zijn wij blij mee.